heel belangrijk, want aangezien de Pakers en Beppers deden die bij de wereldoorlog winnen en dan kan niemand het meer naai vertellen. De band van basisschool het Harspit Internaat hebben de Friese bevrijding betocht. Tegere, met de leerling van groep 6, Saan en 8 binnen ze naar het herdenkingsmonument gingen. De leerlingen van groep 8 hebben verhalen verteld, gedichten voorlezen en kranzenlijn. Een van de band is Mirjam. Ze vertelt hoe de rondleiding. Eerst even wat les bij de monument. En daar hebben we dus een bloemkadel aan. Daarna hebben we een rondleiding gekregen een beetje om de kerken. Daarna ook nog bij de vliegeniers vertellen en een roos lezen. De moon begon dus bij het betinkingsmonument. Bij het monument werden de 12 minuten stilte houden. Het monument had een speciale baan met de squallen. Normaal adopteren je misschien een band. Maar er zijn meerdere monumenten hier in Friesland die het adopteren zijn er basisschoolen en ook middelbare schoolen. En dat betekent dat ze er zorg voor gaan maken. Ik vind het heel belangrijk dat de band erbij bepaald wordt dat we hier toch wel oorlog gaan hebben. Vooral nooit ook in Europa een oorlog gaande is tussen Rusland en Oekraïne. En ook Israël en de Palestijnen. En dat oorlog echt net zo viervoet is. Het is een jaarlijkse traditie. De roenleiding eindigt alle jaren in de kerken, der traditioneel het boek Mijn Verhalen ontlangen wordt. Die hebben oerjoen om groep zongen. En wat kent groep zongen in mij? Die moet volgend jaar het verhaal vertellen als ze in groep 8 zitten.